Dag allemaal, vandaag gaan wij kletskoppen maken. Een keertje weer wat anders. Cookies, nou, dat hele dunne cookies met amandelen. Ik heb hier een beetje spul van. Die gaan we even door elkaar heen roeren. Dan maken wij gewoon een grof mengsel van. En ik heb amandelstiften opgehaald. Die voegen ook daarnaast bij toe. En die zetten wij dan op een bakplaat. En die gaat op 180 graden de oven in. Het is een vrij simpel recept, moet ik zeggen. Ik had dat niet verwacht eigenlijk. Voeg deze ingrediënten bij elkaar toe en je bent eigenlijk al bijna klaar. Beslagje. Dan gooien wij de melk er doorheen. Het ziet er heel vaar uit, hè. Zie je iets? Ja, is hij er. Hierbij voegen wij de bloem en de amandelen toe. En is hij eigenlijk al klaar. De oven is nog niet eens warm. De bloem. Zo, een beetje door elkaar heen roeren. Oeps. Nog een keer oeps. Zal ik de amandelen erin gooien? Ik heb hier amandelstiften in zitten, dus die zijn iets groter dan normaal fijngehakte amandelen. Ja, je moet wel verschil zien natuurlijk tussen uit de winkel en zelf van mij. Ja, volgens mij was dit het wel. Ja. Dan hebben we het papje al. Deze pleur op de bakplaat en die gaat over in. De ruimte kan je. Bam, bam. Pakken we even twee theelepels. En dan gaan wij met vetvrij papier gaan wij hoopjes maken. Hadden we een beetje ruimte tussen, want ze gaan uiteraard wel groeien. Als het goed is tenminste. Dat is de oven die warm is. En uiteraard wordt de ene groter dan de andere. Klapje. Ik weet niet eens weer hoe deze eruit komt trouwens.
Nou, dan gaan ze maar een beetje tegen elkaar plakken. Nou, deze gaan 6 tot 11 minuutjes in de oven. Net zo'n mooie bochel in dat ding, dus de plaat wou er niet goed in. Nou, 6 tot 11 minuutjes, af en toe even in de gaten houden. Kijk nog ze goed gaan, want worden ze te bruin, dan moet je ze direct uithalen, want dan worden ze heel erg bitter van. En zijn ze te licht, ja, dan worden ze niet stevig genoeg op het moment dat je ze eruit haalt. Of op het moment dat ze afgekoeld zijn. Dus dan gaan we eventjes wachten en dan zie ik jullie zometeen weer. Zo, ze zijn klaar. Ik heb ze eventjes een paar minuutjes laten rusten, zodat ze een beetje uit kunnen halen. Dat is gelukt, denk ik. Ik had daar over iets harder moeten zetten, want ik had hem verkeerd ingesteld. Dus het heeft iets langer geduurd. Maar dat heeft niet. Ze waren ook allemaal aan elkaar vastgeplakt, dus ik heb ze allemaal even losgehaald. Vandaar dat ze een beetje gebroken zijn. Ja, eveneens. Ook dat kon je verwachten, omdat ik alles dicht bij elkaar gezet had. Ja, dan ga ik even door naar de proeftest. Ja, ga het even proberen. Zo, een mooie tandenbreker. Nou, ja, smaakt wel goed. Een beetje vetter, maar van de rest. Nou, ik zou zeggen, probeer als jullie het ook proberen, laat even weten hoe ze smaken. En dan hoop ik jullie volgende keer weer te zien. Laters!